Goedemorgen. Het is 9:30, ongebruikelijk eigenlijk voor de Kamer, maar wij gaan namelijk al vol frisse moed aan de slag. En wij, dat is de vaste commissie voor Financiën, die met elkaar en met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw van Gennep, en de staatssecretaris van Fiscaliteit, de heer Van Rij, in debat gaat over de grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en btw. Ik heet dus ook de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw Van Gennep, van harte welkom. En de staatssecretaris van Fiscaliteit, meneer Van Rij, van harte welkom. En ook de heer De Jong, die namens D66 hier is, mevrouw Van Dijk namens het CDA en de heer Itzega namens de VVD. Wellicht dat er nog meer leden aanschuiven, dat zien we dan vanzelf. Maar wij gaan gewoon beginnen met de eerste termijn van de zijde van de Kamer. Ik stel me zo voor dat u 4 minuten gebruikt voor uw inbreng. En dat u, ik laat het aantal interrupties eventjes voor wat het is. We kijken even waar het uitkomt. Als het uit de hand loopt, dan grijp ik gewoon in. Meneer De Jong. Ja, voorzitter, dank u wel op deze voor de Kamer inderdaad vroege ochtend. En ik zal vandaag 3 onderwerpen gaan behandelen. En dat is accijnzen, de thuiswerkende grenswerkers en btw-carouselfraude. En allereerst wil ik de staatssecretaris bedanken voor het onderzoek naar de grenseffecten van de accijnsverlaging van 1 april 2022. Er leefde bij sommige collega's het idee dat er sprake zou zijn van een inverdieneffect op het verlagen van accijnzen. En de Belastingdienst zou meer geld ophalen bij lage tarieven. Omdat mensen massaal in Nederland zouden gaan tanken aangezien de brandstof hier zo goedkoop is. En daarvan concludeert het onderzoek nu eigenlijk dat er in de grensregio wel een klein gedragseffect is, maar dat belangen daar niet genoeg is om een accijnsverlaging een positief effect op de rijksbegroting te laten hebben. En de vraag is aan het kabinet, wil dat ook zeggen dat de ramingen van de budgettaire derving van de accijnsverlaging voor 2022 en 2023 nog steeds kloppen? Dan, voorzitter, het zal u niet verrassen, maar D66 vindt dat iedereen zoveel mogelijk moet kunnen werken waar ze wil. En mijn collega Van Weyenberg heeft daar een initiatiefvoorstel ingediend om dit te bevorderen. En dat geldt niet alleen voor werkers binnen Nederland, maar ook mensen die vlak over de grens wonen. En ik denk aan veel mensen in Zeeuws-Vlaanderen, in Maastricht, in Enschede. En het wordt ze in de praktijk nu soms moeilijk gemaakt om thuis te werken. En ik snap het ook vanuit de werkgever. Het is heel ingewikkeld om je aan meerdere fiscale regimes te houden. Dus vraag je die medewerker dan toch maar die extra dag naar kantoor te komen. En het is dus precies wat ze met z'n allen niet willen. En het verhindert de vrije baankeuze van mensen binnen de Europese Unie. En het zorgt ook voor extra verkeer op drukke wegen om de grens heen. En ik geloof ook echt dat ik hier met een welwillend kabinet spreek. Maar toch is het lastig om consensus te vinden in Europa. En de minister geeft ook aan dat pogingen om tot bilaterale overeenkomsten te komen met onze buren zijn gelukt. Niet zijn gelukt. En toch hoor ik dat het in Duitsland wel lukt om met Oostenrijk daar afspraken over te maken. Zodat grenswerkers tot 40% thuis kunnen werken. En idem geldt voor België en Luxemburg. En Belgen en Luxemburgers mogen ook 34 dagen per jaar thuis werken. En daarom toch nog een keer vragen aan het kabinet. Hoe kan het dat Nederland dan juist dat het niet lukt om met Nederland afspraken te maken over thuiswerken met buurlanden? En in de brief van juli heeft de minister het over terughoudendheid bij onze buren om dit bilateraal te regelen. En toch lijken ze het prima met andere buren op te pakken. En dan wil ik graag een nadere duiding van het kabinet op dat punt. En welke ontwikkelingen zijn er sinds juli 2022 geweest met betrekking tot thuiswerkende gastarbeiders, grensarbeiders? En op welke termijn acht u het ook realistisch dat Europese verordening 883/2004 wel aangepast zou worden? En ik merk dat werkgevers in het huidige stelsel onzeker worden over wanneer hun werknemer belastingplichtig wordt in bijvoorbeeld België. En welke mogelijkheid ziet de staatssecretaris om hier meer duidelijkheid over te geven? Tot slot, voorzitter. BTW-carouselfraude. En dat ontstaat als een fraudeur na een aankoop uit het buitenland wel BTW in rekening brengt bij zijn klant, maar deze BTW niet afdraagt aan de Belastingdienst. En dat is een belangrijke oorzaak van het zogenaamde BTW-gat aan belastinginkomsten voor de staat. En in antwoord op Kamervraag van mijn collega Itzinga geeft de staatssecretaris aan dat hij Europees een dalende trend ziet, maar ik zie wel in de periode 2016-2019 een jaarlijkse toename van het BTW-gat, tot wel 4,3 miljard euro. En hoe kan het dat we als Nederland tegen die trend in aan het zwemmen zijn? En wat is er nodig voor de staatssecretaris om samen met zijn Europese collega's tot betere handhaving te komen? Het ging in 2019 bijvoorbeeld om meer dan 120 miljard euro rechtstreeks in de zakken van criminelen. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Jong. Mevrouw Van Dijk is aan het woord van het CDA. Dank u wel, voorzitter. En ook voor mij de grenseffecten van accijns en de fiscale behandeling van grenswerkers. En om met de accijns te beginnen vond ik de Empty Pack Survey boeiend. Alleen al omdat we om inzicht te krijgen in onze fiscaliteit onderzoek doen op basis van sigarettenpakjes die mensen op straat gooien.
Dus ik hoop eigenlijk dat we over een paar jaar niet meer voldoende data kunnen achterhalen met deze manier van onderzoek. Want het is echt best wel triest als je er wat breder over nadenkt. De conclusies zijn wat mij betreft niet heel onheilspellend. Er waren, zijn en blijven grenseffecten en er is bijvoorbeeld inderdaad een zwarte markt, zoals helaas voor heel veel. Maar voor het CDA zijn de bevindingen, ondanks een kleine stijging van het aantal buitenlands veraccijnsde sigaretten, geen reden om nu te constateren dat we geen accijnsverhoging op sigaretten moeten doorvoeren. Daar zit natuurlijk ook een belangrijk preventieaspect aan. Maar dat betekent niet dat we geen rekening moeten houden met grenseffecten. Want zo maken ondernemers in grensstreken zich ook zorgen over het verbod op verkoop van tabaksgoederen in supermarkten, omdat dat in 2024 ingaat. En als mensen een pakje sigaretten niet meer even gemakkelijk kunnen meenemen, is de vrees dat zij in één keer alle boodschappen over de grens halen. En de vrees dat als supermarkten niet meer rendabel zijn, de slager en de bakker uiteindelijk ook verdwijnen. En ik weet dat leefbaarheid afhankelijk is van veel meer factoren dan fiscaliteit. Maar daarom vinden bijvoorbeeld ook de regiodeals zo belangrijk. Maar iets kan op een gegeven moment wel de spreekwoordelijke druppel zijn. En daarom moeten we de uitwerking van regelgeving in de grenssteken blijven monitoren. En de staatssecretaris geeft aan dit belang te onderschrijven. En onze vraag is of effect van het verbod op de verkoop van sigaretten in supermarkten ook integrale monitoring kan worden meegenomen, ondanks dat het verbod losstaat van tabaksaccijns. En in de grensregio is het inherent dat iemand over de grens tankt of een boodschap doet als dat beter uitkomt. En we horen erover veel verschillende geluiden. Waar de ene grensstreek zegt weinig last te hebben, wordt de andere hard geraakt. En over de afgelopen maanden is het meermaals gewisseld waar de brandstof het goedkoopste was. En daarvan zijn inderdaad grenseffecten te zien. Maar onderzoeken laten ook zien dat Nederland bijvoorbeeld hogere prijzen hanteert als het over drank en roken gaat. Maar dat we op andere producten ook lagere prijzen. En dat het sowieso erg verschilt tussen verschillende producten. En ik zou graag horen van de staatssecretaris of we in de monitoring ook willen kijken naar mogelijke positieve grenseffecten en kansen voor ondernemers. En wat zijn de inspanningen van de staatssecretaris om tot meer gelijke tarieven binnen de EU te komen? En geldt dat wat hem betreft zowel voor de accijns op brandstof als ook voor de accijns op tabak en alcohol? En dan het tweede onderwerp, de thuiswerkende grensarbeider. Daar stond maandag nog een lang artikel over in het Financieel Dagblad en het timing met het debat zal geen toeval zijn. Maar de conclusies zijn raak. Thuiswerken over de grens is sinds begin dit jaar weer moeilijker, omdat het niet gelukt is permanente afspraken te maken over meer thuiswerken met onze buurlanden. En dat heeft negatieve effecten voor de internationale arbeidsmarkt, waar Nederland in de grensregio van profiteert. Juist omdat arbeid mobieler wordt. De coronacrisis heeft dat alleen maar versterkt, nu iedereen de positieve kant van meer thuiswerk heeft ervaren. En zodra grenswerkers meer dan 25% thuiswerken, verhuist de sociale zekerheid naar hun woonland. Maar is volgens de minister en staatssecretaris bijvoorbeeld ook niet 40% veel reëler. Veel werkgevers durven nu thuiswerk niet meer aan vanwege de hoge kosten en risico's die daaraan kleven. Maar we kunnen het ons simpelweg niet veroorloven dat mensen vanwege de beperkingen door de fiscale gevolgen dan maar opstappen. Ze werken alleen al bij ASML 850 grensarbeiders en we moeten hier juist een faciliteren, zoals tijdens de coronacrisis. Want we hebben een krappe arbeidsmarkt en de huizenmarkt werkt ook niet mee. En als net over de grens wel die betaalbare woning te vinden is, dan moet het toch mogelijk zijn om daar te wonen en in Nederland te werken. En onder dezelfde voorwaarden als de collega's die wel in Nederland wonen. Kan de minister een recente stand van zaken geven aan de overleggen op dit vlak met onze buurlanden? Waar zitten precies de pijnpunten? Wordt ook inspiratie gehaald uit de afspraak tussen bijvoorbeeld Duitsland en Oostenrijk, waar 40% thuiswerken zonder gevolgen mogelijk is, en Frankrijk en Zwitserland, waar fiscale gevolgen neutraliseerd worden? Wat zijn de volgende stappen die de minister en de staatssecretaris willen ondernemen om dit probleem op te lossen? Het lijkt ons het meest effectief ook dit breder in EU-verband aan te pakken. Wat zijn de inspanningen van Nederland op dit vlak? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Van Dijk. Dan geef ik het woord aan de heer Itzinga, die spreekt namens de VVD. Dank u wel, voorzitter. En dank ook aan mijn collega's die volgens mij min of meer dezelfde inbreng hebben als ik. Maar toch ga ik hem nog even voorlezen. Voorzitter, ik vraag ook aandacht voor twee punten. Ten eerste de grenswerkers. Afgelopen week verscheen een artikel in het FD met als titel "Arbeid wordt snel mobieler, nu de regels nog." En onze grensstreek kent een belangrijk pluspunt, namelijk een grote internationale arbeidsmarkt. Nu corona hopelijk voorbij is, wordt thuiswerken voor grenswerkers weer ingewikkelder, omdat de tijdelijke regeling niet langer van kracht zal zijn. Nederlandse bedrijven in de grensstreek voorzien dat werknemers daardoor afhaken. Zij worden bovendien op hoge administratieve kosten gejaagd. Dit komt door ingewikkelde regels op het gebied van inkomstenbelastingen en sociale zekerheid. Ik wil graag van het kabinet weten wat de voortgang is van de destijds aangekondigde besprekingen in internationaal verband. Mensen verwachten een oplossing en het is iets te lang stil.
En als het te lang duurt, hoe wordt een en ander dan internationaal of anders bilateraal met onze buurlanden afgestemd? Lopen daar al gesprekken over? En zo ja, wat is de status daarvan? Ik begrijp dat bijvoorbeeld Duitsland hierover wel bilaterale afspraken heeft gemaakt met Oostenrijk en Frankrijk heeft afspraken gemaakt met Zwitserland. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier zowel om de fiscale als de sociale zekerheidsaspecten. Het is voor werknemers en hun grenswerkers essentieel dat beide aspecten samenhangend geregeld worden. Ook is voor werkgevers van belang dat een verduidelijking wordt gegeven over wanneer en onder welke omstandigheden een zogenaamde vaste inrichting ontstaat door het thuiswerken van de grenswerker. Graag een reactie van de bewindslieden en hopelijk kunnen ze mij toezeggen dat dit nu snel wordt geregeld. Dan ten tweede, voorzitter, de brandstofaccijnzen en BTW. De VVD prijst de stappen rondom de tijdelijke koopkrachtmaatregelen in 2022. Met name ook omdat hierbij de middengroepen niet vergeten zijn. Zoals bij de verlaging van de benzine- en dieselaccijns per 1 april vorig jaar. Ook is het goed te vernemen dat de toenmalige zorgen van de VVD-fractie zijn weggenomen en de maatregel dus erg effectief blijkt. Want ik lees in de brieven van het kabinet dat de daarmee gemoeide hoge bedragen aan lastenverlichtingen ook echt daar terecht zijn gekomen waar ze horen, bij de mensen in het land. Nederland was in 2022 overigens niet het enige land dat de accijnzen tijdelijk verlaagde. Ook onze buurlanden deden dit en op verschillende momenten in het jaar. Overigens hebben zij deze inmiddels weer verhoogd en Nederland nog niet. Al dan niet tijdelijke grote fiscale verschillen leiden tot grenseffecten doorgaans. Mensen tanken over de grens en als ze toch tanken, waarom dan ook niet even de boodschappenkar vullen? Pophouders en winkeliers in de grensregio zijn hier de dupe van. Nog deze week lazen we in de Telegraaf het bericht dat de Nederlandse supermarkten steeds meer omzet zien wegvloeien naar Duitsland. Mijn fractie vindt het van belang dat idealiter grenseffecten door belastingverschillen zo beperkt mogelijk zijn. Nadere en blijvende afstemmingen op het gebied van accijnstarieven en BTW, mogelijk een vast mechanisme of een maximale bandbreedte met onze buurlanden zal erbij helpen. Is het kabinet met mijn fractie eens? En zo ja, welke concrete stappen zullen hiertoe worden ondernomen? En wat is de stand van zaken ten aanzien van internationale of bilaterale afspraken op dit punt? Ook zou ik graag aan het kabinet willen vragen om deze effecten zo breed mogelijk, dus niet alleen voor brandstof, maar ook voor boodschappen, te monitoren en de Kamer hierover periodiek te informeren. Dank u wel. Dank u wel, meneer Itzinga. Inmiddels hebben ook de heer Graus en de heer Omtzigt zich bij ons gevoegd. En dat betekent dat ik het woord ga geven aan de heer Graus, die spreekt namens de PVV. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, mevrouw de voorzitter, als de Kamer wat meer naar mij geluisterd had dan naar de PVV... dan had het er allemaal een stuk beter uitzien. Want ik vroeg al, echt al als Limburger, ik woon in het grensgebied. Dus heel dicht bij België en heel dicht bij Nederland. Ik weet heel donders goed uit als ervaringsdeskundige wat het betekent. En ook, ik spreek ook veel die ondernemers al daar. En we hebben al heel lang geleden gevraagd om een grenseffectentoets. Die werd toen gefrustreerd door de Kamer. Uiteindelijk zei de gouverneur, want zo gaat het, hè. In Limburg, dat tik je gewoon onderling af met de gouverneur en gedeputeerde. Ze zeiden, laat ik het wel doen. En dan bleek gewoon dat er gigantische weglekeffecten waren. En wat er ook allemaal van onderzoeken daarna zijn gekomen, daar heb ik echt totaal geen boodschap aan. Het is gewoon duidelijk dat de ondernemers merken het. Ik weet het ook als ervaringsdeskundige. En ook uit onderzoeken bleek wat de weglekeffecten waren. En we hebben zoveel moties ingediend. Ik heb ze allemaal bij me. Ik zal het gezien dat we maar een paar minuten hebben niet voorlezen. Maar zoveel moties die nooit gesteund zijn. En we hebben ook wel eens gezegd van, ga nou die accijnzen gelijk maken. Want wat hebben wij eigenlijk aan de Europese Unie? Kijk, de EEG, economische samenwerking en dergelijke, daar is de PVV ook niet tegen. Maar wat hebben we nu aan die Europese Unie? Als je net over de grens gaat, dan alles is er goedkoper. En ik zal eens het andere. Ik heb hier een voorbeeld ook van, inderdaad, pakje sigaretten. Bijvoorbeeld Vanella en Drum. Nederlandse prijs 14,20, in Duitsland 10 euro. Het zijn Nederlandse producten, hè. Nederlandse prijs Vanella 15,40, in Duitsland 11 euro. Maar zo'n klein zalfje van Pyrol, wat hier in Breda gemaakt wordt, is gewoon een tientje goedkoper in Duitsland. Een tientje. En ik vind het schandelijk. En het gaat er lang niet meer alleen om tabak en rookwaren. Of het gaat lang niet meer om alleen de brandstof. Dat is helemaal niet meer zo. Want onlangs was de brandstof zelfs de diesel. Want ik ben een dieselrijder, was zelfs nog duurder in Duitsland. Maar we moeten gewoon ermee stoppen. Dat alle producten, en er is ook vaak veel meer keuze. Die supermarkten zijn veel beter uitgedost. Ze zijn veel trotser op hun eigen producten dan dat wij zijn. Maar daar had ik graag actie op ondernomen. Nou, het verhaal, dat is het voordeel als je wat later hier komt. Dan kan ik me aansluiten wat betreft ook die grenseffecten. Wat betreft het woon-werkverkeer.
Ook daar is totaal geen gelijk speelveld. Dus ook daar functioneert de Europese Unie niet. Ik ben 17 jaar Kamerlid bijna. En het enige dat heeft gefunctioneerd, dat is de telefoniekosten. Daar hebben we enigszins baat bij gehad. En de rest is het allemaal alleen maar hommelis geworden. Sinds we bij de Europese Unie zitten. En sinds het de Europese Unie is geworden en geen EEG meer is. Dus daar had ik graag een reactie op gehad. Dus wat gaat de minister en de staatssecretaris doen om die verschrikkelijke accijns gewoon te nivelleren? Ik had graag ook een grenseffectentoets ieder jaar. En ik wil ook dat de staatssecretaris in gesprekken met ondernemers... De staatssecretaris was pas bij Metronic in Heerlen, dat is vlakbij mijn woonhuis. Ik had u graag een stukje vlaai aangeboden. Maar ja, precies, ja. Vroeger werden Kamerleden nog wel eens uitgenodigd als de regionale Kamer. Dat is allemaal niet meer zo. Ik word zelfs niet meer uitgenodigd door de gouverneur sinds de nieuwe er zit. Dus dat is allemaal heel erg geworden in Limburg. Maar... Je moet dan naar zo'n verschrikkelijke borrel gaan, zo'n carnavalsborrel, zoals gisteravond om de gouverneur te spreken. Nou, daar bedank ik natuurlijk voor, dat ga ik natuurlijk doen. Nee, maar ik wil graag echt die onderzoeken, die wil ik duidelijk en klip en klaar hebben, maar wil ook verlangen. Ik ben bereid om er weer moties voor in te dienen. Ook voor een betere monitoring. En nogmaals, het ligt allemaal klaar en dat zullen we wel zien. Ik wacht even de beantwoording af. En dan... Dat geef ik nu graag het woord aan meneer Omtzigt. Meneer Graus. Dank en jammer van die gemiste kans van de Limburgse vlaai. Want daar hadden we ons natuurlijk best in kunnen plezieren. Maar het woord is nu aan de heer Omtzigt. Dank u wel, voorzitter. en excuus dat ik iets te laat ben. Ik zat in een besloten commissievergadering hiervoor. Voorzitter, heel belangrijk om over de grensregio te spreken. Omdat het natuurlijk heel belangrijk is om je eigen belastingen vast te kunnen stellen. We zijn een soeverein land. Maar aan die soevereiniteit kan ik je verzekeren. Ik woon in een ander grensstadje, Enschede. Daar heb je weinig aan als aan de andere kant de belastingen heel veel hoger of heel veel lager zijn. Dan is het heel fijn dat je zelf je brandstofaccijns kunt betalen. Maar ik kan me levendig herinneren dat ik nooit enige moeite had en nooit enige auto bij het tankstation bij mij in de weg zag staan, maandenlang. Simpelweg omdat Duitsland de accijns verlaagd had en Nederland niet. Ik vond het wel fijn, ik denk heel makkelijk, maar voor de pomphouder was het een groot drama. Nou, op dit moment gaat het natuurlijk vrij aardig, want de Duitsers hebben hun accijns verlaagd. Hebben de verlaging weer teruggedraaid en Nederlandse accijns zijn nog verlaagd. Maar het geeft een soort yo-yo-effect waar niemand echt wijzer van wordt. Nou, ik heb dank aan de staatssecretaris dat hij het in de gaten gehouden heeft. Want, en ik hoop dat hij die dataset ook een keer open kijkt hoe hij die open kan publiceren. Er zijn weinig dingen, en dat kan via het CBS. Mijn collega van VWS weet hoe moeilijk het is, maar ik met oversterftecijfers, maar kan u helpen hoe dat gepubliceerd kan worden. Want er zijn weinig dit soort leuke, wat economen natuurlijke experimenten noemen met cijfers. Wat gebeurt er met je grenseffecten als je eens een keer flink heen en weer gaat? Als je dit beleid als een experiment bedacht had en ingeleverd zou hebben, dan zou je voor knettergek verklaard zijn. Maar nu we het toch gedaan hebben, is het wel leuk dat we weten wat het doet met de verkoop links en rechts van de grens. Dan kun je ook zien van, nou ja, als je volgende keer een voorgenomen beleid hebt, wat je beter kunt zien wat dat voor een effect gaat hebben. Ik had nog wel een vraag. Wat betekent nou die 20%? 20% van wat is acceptabel in die studie op microniveau? En dat was mij niet helemaal helder. Dat is nogal een verschil. Op het moment dat het, op het moment dat het accijnsverschil niet meer dan 10 cent is, ga je niet 30 kilometer van de grens naar Duitsland rijden. Maar op het moment dat het verschil 30 cent is, weer wel. Dus 20% van wat en waar, ben ik wel even benieuwd aan wat dat is. Ik zou eigenlijk graag een mechanisme willen hebben, voorzitter, waarbij de staatssecretaris toezegt dat het accijnsverschil nooit groter wordt dan zeg 10 of 12 cent. Op benzine en diesel. En dan bedoel ik accijns en btw. En dan hou je toch een zekere beleidsvrijheid. En je mag er boven en naar beneden gaan zitten, al naar je politieke kleur, dat snap ik allemaal. Maar dan hou je ook een band waarvoor je met ondernemers in de grensregio gewoon rekening houdt. En overigens ook met je schatkist, want als de verschillen heel groot worden, dan ga je het wel degelijk merken in je schatkist. Zou de regering bereid zijn om zo'n mechanisme in de wet op te nemen? Voorzitter, in het verslag van het schriftelijk overleg van 17 juni antwoordt de staatssecretaris dat in het kader van het IAK, het Integraal Afwegingskader voor Beleid en Regelgeving, er nagedacht wordt over de grenseffecten. Nou, ik heb de leidraad er nog bijgepakt, waar die naar verwijst.
En de grenseffecten worden gedefinieerd als van een grenseffect is sprake als een nieuw of gewijzigd beleid, wet of regelgeving invloed heeft op de dagelijkse activiteiten die anders zijn dan voor burgers, bedrijven en of bedrijven, overheden buiten de grensregio door afwijkend beleid in het buurland of het grensoverschrijdende karakter in de grensregio. Nou, dit is zo algemeen dat alles eronder gaat vallen. En als alles eronder valt, dan valt er helemaal niets meer onder. Dus ik vraag om een keer goed naar het IHK te kijken, te definiëren wanneer grensbeleid echt problematisch is en daarop te focussen als er nieuw beleid gemaakt wordt. Ja, een btw-verhoging van 1 of 2% vind ik interessant, maar ik snap, en die valt onder deze definitie, maar ik snap dat de regering dan zegt dat is zo. Voorzitter, dan een tweede punt en dat gaat over de thuiswerkers. We hebben een tijdelijke regeling gehad. Die tijdelijke regeling die was geldig tot 1 januari voor de belastingen en die is nog tot 30 juni, sorry, ik verzin die data, 30 juni geldig voor de sociale zekerheid. Daarom ook blij dat de minister er is. De regering streeft naar een wat permanentere oplossing. Dat is een aanpassing van 883, het fameuze 883. Nou, als u weet hoe lang het duurt om Europese regelgeving te veranderen, dan hebben grensarbeiders daar nu niet zo heel veel aan. Dus ik steun ze in dit voornemen om dat te doen. Ik steun ook, we hebben hier allerlei initiatieven, toevallig is de Partij van de Arbeid er niet, om thuiswerken recht te maken. Maakt het ook voor grensarbeiders? Is het mogelijk om deze tijdelijke regeling nog eens heel lang, heel tijdelijk te verlengen? Voor zowel de sociale zekerheid als voor de belastingen voor tenminste 1 dag per week. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Omtzigt. Meneer Gauws, wil u graag een vraag stellen? Ja, en ook nog even gebruik maken natuurlijk om iets te melden. Kijk, mijn vraag aan de heer Omtzigt is het volgende. Kijk, uit de macro-economische verkenning van het Centraal Planbureau bleek dat de regering er niet in slaagt om de economie te stimuleren. Nu heb ik een keer een motie ingediend, het is allemaal naar Omtzigt nog bij het CDA, dat gezien de grote regionale ongelijkheid, mede door die lastenaccijns en belastingongelijkheid, bestaat in die interne Europese markt, verzoekt de regering tot verlaging van accijns, btw, inkomsten en vennootschapsbelasting. En nu wil ik gebruik maken van het Omtzigt-effect, hè, sinds de toeslagenaffaire. Dat is mogelijk. Kijk, als we dat samen doen, dan krijg je toch een beter sneeuwbaleffect als u meedoet. En toen, ik weet dat u toen, was dat onmogelijk natuurlijk, omdat u bij het CDA zat. Maar nu ben u een vrije vogel. Dat is mogelijk kunnen doen. En u bent ook een grensbewoner. U wilt ook heel veel mensen niet alleen maar daar gaan tanken en niet alleen maar daar de eieren gaan halen en ook de aardappels, maar dat ze daar bijna alles gaan halen. Want als je eenmaal bij zo'n mooie supermarkt bent, dan ga je niet meer terug naar je eigen land. Om het meneer Omtzigt. Nou, ik heb toch wel voorkeur voor Nederlandse supermarkten, maar dat is weer een andere idee. Maar ik weet wat u bedoelt. Dat was precies waarom ik het voorstel u had. Maak een aantal maximumverschillen die je toelaatbaar vindt. Dat kan 3% btw op boodschappen zijn, daar kan ik me iets bij voorstellen. En dat kan 10 of 12% 12 cent op brandstofaccijns zijn. Dan heb je nog één klein probleem, dat het natuurlijk ook zo kan zijn dat het verschil tussen Duitsland en België groter is dan 24 cent. Waar zit je dan? Dus ik moet wel toegeven dat het niet sluitend is. Maar ik zou er voorstander van zijn van een maximumverschil in belastingen, zodat de grenseffecten ergens binnen een bepaalde grens blijven. En overigens, als je denkt dat de grenseffecten ergens zijn, dan moet je een keer gaan spreken met de grensarbeiders. Ja. Dat is echt een drama. En de staatssecretaris eigenlijk... We hebben denk ik in het verleden een foutje gemaakt door het steunpunt grensarbeiders op te heffen bij de Belastingdienst. En dat zat volgens mij in Heerlen. En met alles wat er aan de hand is, zou het niet tijd zijn om ervoor te zorgen dat daar ergens een specifiek kennispunt van de belastingen zit, wat ook aanspreekbaar is voor grensarbeiders, hoe ze ergens mee om moeten gaan. Uw regio's pakken het wel op. Het zou wel mooi zijn. Meneer Gruis, in vervolg. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Wat die grensarbeiders betreft had ik me trouwens al aangesloten bij de volgende sprekers en ook zeker bij hetgeen wat u dan nog op hebt aangevuld. Daar sluit ik me volledig aan. Maar is het niet raar dat als je bijvoorbeeld vooral Limburg, en er zijn sommige stukjes bijvoorbeeld bij echt waar het heel dun is, waar je zo in België, zo in Duitsland, is het niet raar dat die verschillen zo noemelijk groot zijn als je dan spreekt. Kijk, wij zijn altijd voorstander van de EEG, niet zozeer om een provincie te worden van de Europese Unie, maar moet het niet zo zijn dat als er dan al een interne markt is, zoals allemaal de trotsen zijn, dat het allemaal gelijk moet zijn. Dat het minimaal gelijk moet zijn. Wij hebben zelfs voorgesteld, ga er 0,1% of zo onder zitten. Dat zou je ook nog kunnen doen. Want dan lok je misschien eerder nog Belgen en Duitsers. Maar moet er niet helemaal geniveleerd worden tot het gelijk is aan België en Duitsland? Meneer Omtzigt.
Voorzitter, dit vind ik een zeer bijzondere vraag van de PVV-fractie. Als er één fractie bijzonder hecht aan de autonomie van Nederland en de belastingen om die zelf te kunnen vaststellen, dan is dat de PVV-fractie normaal gesproken. En dat laat precies zien in welk spanningsveld wij zitten. We zijn niet helemaal vrij, maar ik zou nog wel een heel klein beetje vrij willen zijn. En overigens heb ik te doen met pompstationhouders in de regio echt zusteren die, zullen we maar zeggen, van de een en de andere kant een probleem hebben. Waar ze inderdaad, waar je op moet passen dat je niet met je linkervoet in België stapt en je rechtervoet in Duitsland. Daarom pleit ik voor een soort maximum prijsverschil. En dan heb je nog steeds wel last aan de grens. Maar je houdt ook nog steeds een beetje belastingautonomie. Wat ik ook niet helemaal verkeerd vind. In laatste instantie, meneer Gauws. Kijk, mevrouw de voorzitter, dat blijft natuurlijk zo. Anders doet hij mij en de PVV ook tekort ermee. Maar we kunnen toch in alle... En als we toch een volledige autonomiteit... kunnen we dat ook beslissen dat we het minimaal allemaal... Waarom moet bij ons de brandstof fors duurder zijn dan in België en Duitsland? Waarom? Dat is echt niet nodig. En daar gaat het om. En dat ik voor autonomie en dat de PVV voor autonomie is en blijft... dat mogen duidelijk zijn. Maar de PVV, en dat wil ik toch nog één keer gezegd hebben, mevrouw de voorzitter... Martin Bosma heeft een hele tijd op zijn Twitter-account gehad, pro-Europa. We hebben helemaal niets tegen Europa, wat vaak door de media zo wordt gebracht. We hebben iets tegen de Europese Unie. Wij willen geen provincie zijn van de Europese Unie. We willen inderdaad onze autonomiteit willen we behouden. Maar dat heeft er niks mee te maken dat hier de belasting en de accijnzen zo dusdanig kunnen worden aangepast dat de Nederlanders niet meer over de grens hoeven gaan. Dat is toch een heel ander verhaal. Dat heeft er niks met de autonomie te maken. Meneer Omtzigt. Ja, voorzitter, ik... Ja, toch, ik ga het toch maar doen. Ik moet elke week moet ik hier die stapels lijsten met moties invullen. En ik moet zeggen, dat valt me als alleenstaand Kamerlid best wel zwaar. Dan ben ik gewoon 3 uur bezig om overal ja en nee op te doen. En dan achteraf zie ik bolletjes voorbij vliegen met een interpretatie. En denk, oh, is dat de bedoeling? Bij de PVV worstel ik heel vaak, omdat ik inderdaad grote bewondering heb voor de PVV die elke week een nieuwe poging doet om belastingen met 20 tot 30 miljard te verlagen. Maar wel elke week op een ander beleidsterrein. En nu kun je best voorstander zijn van een iets groter tekort en best voorstander zijn van een paar bezuinigingen links of rechts. Maar ik zie niet waar je gratis bezuinigingen van 40 of 50 miljard vandaan kunt halen om de belasting op gas omlaag te brengen, om de BTW op boodschappen naar 0% te doen, zoals u de hele dag zegt, om de middenklasse te ontzien met lagere belastingen op arbeid. Ik zie gewoon niet waar het rondkomt. En ik zou het graag willen, en als oppositievrije man zou ik ook frank en vrij kunnen zeggen, verlaag alles maar en schaf alle belastingen af. Maar ja, dan zul je ook aan moeten geven of je de AOW gaat verlagen of dat je... Nou, dat wilt u ook niet. Dus ja, daar zit best een probleempje. Ja, ik wil niet gaan belanden in een soort van algemene financiële beschouwingen maar ik moet u wel of belastingplan of wat dan ook. Nu Nee. Kijk, je interrupeert en dan reageert. Dat is zeg maar een beetje. Nee, maar de manier nu wordt iets gezegd waar ik me wel tegen moet kunnen weren. Want de PVV die zegt: stop met die immigratie die miljarden kost. Zie, stop, we gaan nu echt stop heel als echt hoogste, buiten. Als hoogste netto betalen voor een bevolking wat miljarden kost. Ja. Dus wij hebben wel terdege een dekking. Het is niet gratis. Ja. We kunnen het geld voor onze eigen mens houden. En daar hebben we tal van voorstellen, ook tegen begrotingen. Altijd mooi netjes goedgekeurd. Dus wij komen echt wel met de oplossingen. Het is geen gratis geld. Dat is mijn Omtzigt dat zegt. Meneer Omtzigt, tot slot. Ik kan nog één antwoord op geven. Ik heb nog geen goedgekeurde tegenbegroting van de PVV gezien de afgelopen jaren. Nee, dan ga ik hem ook gewoon zien bij de volgende algemeen politieke beschouwing dat die voorgelegd wordt aan het CPB. Ik verheug me nu al. En ja, er valt als je dit doet misschien een paar miljard te bezuinigen op migratie, als u helemaal een migratiestop en wat dan ook doet. Maar daarmee kunt u de BTW op boodschappen niet naar 0% brengen. Gewoon echt niet. Dat zult u zien als u een tegenbegroting opstelt. Dat is wat ik hier zeg. En dat is niet omdat ik zo'n fan ben van de regering, zeg ik maar. Dank u wel, meneer Omtzigt. Daarmee zijn wij gekomen aan het eind van de eerste termijn van de zijde van de Kamer. Ik kijk even naar de beide bewindspersonen, hoe lang zij nodig hebben om hun eerste termijn voor te bereiden. Een kwartier. Dat betekent dat wij om 9:45, dus na de lange bel, weer verder gaan met dit commissiedebat. Tot zometeen.
een passie over dat in een grensstreek wonen en werken gewoon mogelijk moet kunnen zijn. En op dezelfde manier zoals we dat gelukkig in corona hebben kunnen doen. En wat ook echt de manier van werken van de toekomst aan het worden is. He, ook als je juist niet aan een grens woont, dan wil je hybride kunnen werken. Gedeeltelijk thuis, gedeeltelijk op kantoor. Dat levert meer mogelijkheden op om werk-privé te combineren, minder CO2-uitstoot. En voor veel mensen ook een prettige combinatie van heel geconcentreerd thuiswerken, effectief, en naar kantoor voor de brainstorming, de trainingen, de strategische sessies. Daar is ook een mooi CER-advies over uitgebracht. Er zijn ook alle initiatiefwetsvoorstellen over. Dus ik denk dat dat iets is wat wij als Kamer breed draagt en wij als kabinet ook. Tweede wat belangrijk is, is dat voor mij die grensstreken ook echt een uiting zijn van hoe de Europese Unie werkt. Ja, als je dat kunt laten werken, dan werkt het echt. En de staatssecretaris zal uiteraard op alle fiscale vragen daarover ingaan. Maar voor mij is dat ook echt, als ik het vergelijk met hoe toen ik een klein kind was en ik de grens met België over moest. En hoe het nu is, dat je eigenlijk niet meer ziet waar de grens is. Totdat je wat plaatsnaambordjes ziet en, en die een beetje andere vorm hebben, misschien een andere naam. Maar dat je werkelijk in Zeeuws-Vlaanderen kunt wonen en in België kunt werken of andersom. En hetzelfde geldt natuurlijk voor Twente en hetzelfde geldt voor, zeker voor Maastricht, die aan verschillende landen grenst ook nog. De huidige situatie is natuurlijk een situatie van enige onzekerheid. Op dit moment is daar de beroemde verordening 883. Dat als je meer dan 15% van de arbeidstijd thuis werkt, als werknemer ben je dan niet meer in de werkstaat, maar in de woonstaat sociaal verzekerd. Nou, dat betekent dus dat bij thuiswerken dat al snel omslaat. Ik ben ontzettend blij dat we een terugkeer naar die oude regels tot nu toe hebben kunnen voorkomen. Maar meer nog dat we met elkaar in Europa aan het uitwerken zijn in een ad hoc werkgroep hoe we dit voor de toekomst willen regelen. Ik heb in de Kamerbrief van 8 juli 2022, dus drie kwart jaar geleden inmiddels, onze inzet uiteengezet om dat thuiswerken voor grenswerkers te vergemakkelijken. Daar zit een aspect in van sociale zekerheid en een aspect van fiscaliteit. Dus laat ik even beginnen waar we staan vandaag sinds 8 juli, want er is nogal veel gebeurd. In aanloop naar 8 juli is het misschien goed om dat ook met u te delen, want dat hebben we ook met de Commissie Sociale Zaken zo gedeeld. Zijn er een hele set van informele contacten geweest om dit op de agenda te zetten. Waaronder met de Eurocommissaris Schmid, waaronder met mijn collega van België, collega van Oostenrijk, collega van Duitsland. En op een gegeven moment is met name het standpunt van België belangrijk geweest, want die wilde eigenlijk dit gesprek niet aangaan. Totdat wij op een OESO-top, dat doet er ver niet toe waar het was, maar Nicolas Schmid en ik zelf met hem zijn gaan praten. En hij is dus ook nu de leider, of België is de leider van dat ad hoc groepje geworden, dat aan het uitwerken is hoe dat er dan voor de toekomst uit moet zien. In de tussentijd is de tijdelijke maatregel twee keer verlengd, eerst tot 1 januari en nu tot 1 juli. En zijn een heleboel landen betrokken bij dat ad hoc werkgroepje. Dat werkt langs de lijnen die ik ook in die brief heb, hebt u waarschijnlijk ook gezien, maar in ieder geval de collega's van Sociale Zaken gezien, die ik ook in mijn brief aan Schmid uiteen heb gezet, hoe wij die toekomst van dat soort afspraken voor ons zien. Uiteindelijk moet je waarschijnlijk in 883 gaan landen, maar inderdaad, dat kost jaren. Nog afgezien van dat verordening 883 niet zo heel erg veel vooruitgang boekt. Al sinds 2016 wordt er geprobeerd om die te veranderen. Er zijn ook een aantal onderdelen waar Nederland tegen is, waar andere landen tegen zijn. Dus dat is niet de oplossing die op 1 juli hiervoor gaat zorgen. Dus er moet een tijdelijke oplossing komen, vandaar die ad hoc groep. En de inzet daarvan is om echt tot een multilaterale overeenkomst te komen. Dus niet tot een patchwork van allemaal bilaterale overeenkomsten, maar echt een multilaterale overeenkomst. Zodat je zoveel mogelijk lidstaten op dezelfde manier met elkaar hierover aan het werk kunnen. En wij hebben natuurlijk drie landen met wie we het al sowieso gelijk zouden willen. Duitsland, België, Luxemburg. Maar misschien ook met Spanje. Voor de mensen die vanuit Spanje willen thuiswerken. En Duitsland wil natuurlijk niet alleen met Oostenrijk en met ons. Maar misschien op een gegeven moment ook met Polen. En daarom wil je voorkomen dat het allemaal bilaterale afspraken worden. Die gesprekken zijn heel ver. En wij verwachten dat het eind maart duidelijk wordt. Of en hoe dat dan lukt. Dat zal ik natuurlijk uw Kamer goed laten weten. Ik kan u wel vast
vertellen dat de contouren daarvan erg lijken, en dat is natuurlijk niet per ongeluk, op de afspraak die er al tussen Duitsland en Oostenrijk is gemaakt. Dus zo slim zijn de bilaterale landen wel. Dat is natuurlijk wat ze nu afspreken, dat dat er alvast in past. Wij hebben gezegd, we zitten in die transitieperiode, dus tot 1 juli kunnen wij gewoon verder qua sociale zaken waar we nu staan. Nou, dan kan de uitkomst zijn dat er 1 juli multilaterale afspraken gemaakt kunnen worden. Dan kan de afspraak zijn dat er eerst nog een implementatietermijn is. Noem maar op, daar kunnen van alles uitkomen. En dan moeten wij dit gaan implementeren in Nederland. Daarover ben ik natuurlijk in gesprek met de uitvoerders, zoals dat zo netjes hoort. De uitkomst kan ook zijn dat het misschien niet lukt. Dan staan wij natuurlijk klaar om ook bilaterale afspraken te maken. Maar die wil ik niet te hardop zeggen. Ik zeg het hier wel tegen u, want als ik die in Europa hardop zeg, dan ben ik de druk op het proces om tot multilaterale afspraken te komen snel kwijt. Dus dat is waar we nu als proces staan. Belangrijk is, is de inzet van ons als Nederland, maar ook van België, van Duitsland op dit dossier. Dat zie je echt. Oostenrijk, dat zijn echte spelers die dit voor elkaar krijgen, proberen te krijgen met elkaar. Ik zei al, en dan hopen we dus eind maart tot afspraken te komen. En dan hoort u dat. Dat betekent dus ook dat wij nu nog geen bilateraal afspraak met Duitsland en België hebben. Drie van u refereerden aan de bilaterale afspraken die er al tussen België en Luxemburg zijn. Voor zover ons bekend zijn dat geen afspraken over sociale zekerheid. Maar dat kunnen prima ander soort afspraken zijn. Dan naar de inhoud van wat je wilt. Welk percentage zou je mogen thuiswerken? Als natuurlijk van de werkgever, alles moet in goed overleg, als dat kan. Eigenlijk zou ik mijn inzet zijn om boven de 40% in te zetten. En waarom? Omdat veel mensen 4 dagen werken. En die gun je ook dat ze 2 dagen thuis kunnen werken. Dus dan zit je op 50%. Als je weer heel veel hoger gaat, dan denk ik dat de werkgevers dat weer niet zo prettig vinden. Want 2 dagen thuiswerken is een beetje norm. Dus we zijn nog aan het zoeken naar wat die norm nu moet zijn. Dus vandaar dat ik nog niet helemaal mijn wil vastpinnen op 40%. Omdat daar dat nadeel aan zit voor die mensen die 4 dagen werken. Maar het is, dit is wel een beetje het model. 2 dagen kunnen thuiswerken in een 4- of 5-daagse werkweek. Op welke termijn acht ik het realistisch dat de Europese verordening wel aangepast zou worden? Daar vroeg de heer Omtzigt onder andere naar. Nou, dat zei ik net al even. Dat kan echt nog jaren duren. Vandaar dat we die tussenoplossing nu hebben met die multilaterale overeenkomst. Die hopelijk dan eind maart tot de wasdom komt. Wat betreft de verlenging van de transitieperiode, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor als die bilaterale overeenkomsten. Op het moment dat we daarover gaan spreken, dan halen we de druk weg om tot die multilaterale afspraken te komen. En dat wil ik eerst uitlopen, dat proces, zodat we tot die multilaterale afspraken komen. En daarna gaan we naar plannen B en C. Wat we al weten van een aantal andere landen is dat die geen voorstander ervan zijn om die transitieperiode verder te verlengen. Met diezelfde reden die wij nu hebben, laten we het gewoon goed regelen. Minister, als u de microfoon uitzet, dan kan meneer Omtzigt die aanzetten voor zijn interruptie. Dank. Dat lijkt me een mooi proces, dus dank voor die heldere uitleg. Ik zou 1 kanttekening willen plaatsen die ik in mijn eigen termijn niet geplaatst heb. En dat is dat bepaalde landen, en ik denk op dit moment aan Malta, die hebben in het verleden grappen uitgehaald dat je daar wel zogenaamd thuis kon werken. En dan werd je geacht belasting te betalen in Nederland en dan werden belastinggegevens vooral niet al te hard uitgewisseld. Dus ga vooral niet zo hoog zitten dat je landen mogelijkheden geeft om free-rider gedrag te gaan vertonen. Dus hoger dan 40% is wat mij betreft ook gewoon onwenselijk, zeg ik er maar gewoon bij. Want dan werk je niet meer in dat specifieke land. Dus wilt u opletten om daar bepaalde... Ja, het klinkt gek omdat ik eerst vraag van regel het, maar pas ook op dat je niet naar de andere kant doorslaat. De minister. Ja, voorzitter. Ik denk dat dat een terechte waarschuwing is. Daarom is het ook zo lastig van je wilt je niet precies op dat percentage vastbinden. Want je zit ook met die mensen die 4 dagen werken en die 2 dagen thuis willen kunnen werken. Ik denk overigens dat de meeste van deze afspraken gewoon tussen werkgever en werknemer prima te maken zijn.
Maar uw waarschuwing van ga niet te hoog erin zitten en wat gebeurt er dan met een aantal landen? Misschien dat de staatssecretaris daar qua fiscaliteit ook nog wat over wil zeggen. En de belastingmoraal van Malta. Maar we zullen al dit soort overwegingen goed meenemen. Het lijkt er in ieder geval nu op, maar dan lopen we vooruit op wat eruit komt, dat het een vrij strenge interpretatie gaat worden. Vervolgvraag van meneer Omtzigt. Ja, voorzitter, dan nog even terugkomen op de... Als je 4 dagen werkt, dan mag je ook 2 dagen thuiswerken. Dan kom je echt wel aan de klem te zitten in welk land je dan eigenlijk werkt. Want het hele idee van dit grensarbeider was dat je de meerderheid in het andere land werkt. Anders ben je gewoon geen grensarbeider. Ja, ik bedoel, we kunnen er een heel ander iets op plakken, maar... Ik zou grote aarzelingen hebben op 50% of hoger te gaan zitten, want dan zou je feitelijk in een ander land werken, terwijl je het meest van je tijd in je eigen land werkt. En dan kom je in de fiscaliteit en in de sociale zekerheid kom je echt heel erg klem te zitten. Dus wel graag dat je een dag per week of 1,5 dag per week, maar als je erboven gaat zitten, dan kan het eigenlijk gewoon niet. De minister. Ja, voorzitter, dit is ook de reden waarom je niet hoger wilt gaan zitten dan 50%. En dan kom je natuurlijk uiteindelijk in een ritme. Stel dat je 4 dagen werkt, maar nu komen we wel heel erg in praktische oplossingen. Dat je 4 dagen werkt en je werkt normaal 2 dagen thuis. Dan zul je eens van de, noem eens wat, 6, 7 weken, moet je dan 3 dagen niet thuiswerken en 1 dag thuiswerken. Moet je het op die manier op uitkomen. Dat kan natuurlijk. Maar dit is een van de redenen dat we niet boven de 50% willen. En hier moeten we goed onderscheid maken tussen de sociale kant en de fiscale kant. Meneer Itzinga heeft ook een vraag. Dank aan de minister voor haar heldere inzet en heldere antwoord. Als ik werkgevers spreek, die maken zich met name zorgen over het feit dat die sociale zekerheidskant en die fiscale kant, dat twee, toch een beetje twee werelden op zich zijn. En met aparte regels, misschien ook wel aparte onderhandelingen en dergelijke. Ik heb in mijn bijdrage ook gevraagd of we daar niet iets meer een aanpak zouden kunnen zien van meer samenhang tussen die twee. Want ook bij die werkgevers komt het uiteindelijk natuurlijk wel samen. De minister. Voorzitter, dat ben ik zeer met de VVD eens, dat dit een groot aandachtspunt is. Waar mogelijk zetten we natuurlijk ook ons op in om de zogenaamde discoördinatie, zoals dat dan heet, te voorkomen of te verkleinen. Dat is onderwerp van gesprek zowel binnen de sociale zekerheid als binnen de fiscaliteit. Het zijn wel echt twee verschillende rechtsgebieden met verschillende uitgangspunten. Dus je kunt het niet altijd verenigen. Of je nou in een grens werkt of niet, dat geldt ook voor mensen die gewoon hier in Den Haag werken. Alleen als je de twee rechtsgebieden volledig op elkaar kunt afstemmen, dan kun je die discoördinatie volledig voorkomen. Dat is op dit moment niet haalbaar. En ik merk ook in contacten met andere landen dat het oplossen van discoördinatie minder prioriteit heeft dan hier in Nederland. Mijn inzet is er in ieder geval nu op gericht om te zorgen dat die grenswerkers ook gewoon 2 dagen per week thuis kunnen werken. Gaat u verder met uw bijdrage? Ik ben aan het eind van mijn bijdrage. Dan kijk ik even of er nog vragen zijn aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ja, mevrouw Van Dijk. Nou, inderdaad, dank voor de heldere beantwoording. Mag ik ook concluderen dat de minister eigenlijk vrij hoopvol is dat we hier op een goede manier met elkaar uit gaan komen? Dat is altijd gevaarlijk om die hoop te hard uit te spreken. Want dat betekent ook weer iets voor je onderhandelingspositie in Brussel. Maar wat ik wel heel erg proef bij mijn collega's, en zeker sinds een aantal bilaterale gesprekken, informele contacten, dat mijn collega-ministers ook ervan overtuigd zijn dat ze dit noodzakelijk vinden, dat ze dit willen regelen. En dat het ook voor Nederland heel belangrijk is om te regelen. Voor een land als Frankrijk is dit toch een minder grote prioriteit, maar ze zien hoe belangrijk het voor ons is, hoe belangrijk het voor België is, en dan gaan ze dus mee bewegen. En daar helpen ook die persoonlijke contacten weer mee. Die zegt, joh, dit hebben wij echt nodig, help even mee. En dat soort dingen, daar drijft natuurlijk de Europese Unie ook op. Dank u wel. Dan dank ik u namens de commissie hartelijk voor uw bijdrage aan het debat. En hopen we dat staatssecretaris Van Rij straks in de tweede termijn nog eventueel resterende opkomende vragen hierover over dit onderwerp kan beantwoorden. Dank u wel. Dank u wel. Dat hoop ik ook. Ja. Maar hij blijft goede hulp houden. Dus. Ja. Nee, ik ga straks vreselijke dingen toezeggen in de tweede termijn. Ja. We verheugen ons daar al op. Ik geef het woord aan de staatssecretaris voor zijn bijdrage in de eerste termijn.
Ja, dank, voorzitter. Ja, ook over de grenswerkers. Nou, laten we beginnen om vast te stellen dat door COVID-19 het thuiswerken gedeeltelijk in een week is ingeburgerd. Ik denk dat dat het uitgangspunt moet zijn. Daar is ook geen verschil van mening over internationaal. Alleen de weg daar naartoe om het te regelen, daar wordt verschillend over gedacht. Je kan het via de OESO regelen. Nou, daar zijn we uiteraard, als Nederland zitten we daar bovenop, maar dat is vaak een lange weg. Betekent dan dat dat de enige weg is? Nee. Hoe kan je het verder regelen? Als het om de fiscaliteit gaat, en dat is toch echt het verschil met de sociale zekerheid, wij hebben geen verordening. Als het gaat om het recht om directe belastingen te heffen, dan behoort dat toch echt tot de bevoegdheid van de lidstaten zelf. Dus dat is op zichzelf ook wel een onderwerp wat in de EU besproken kan worden. Maar anders dan wat de minister aangaf bij sociale zekerheid, hebben we daar niet de voorgeschiedenis van een verordening. Dus dat is ook een iets minder lange weg dan de OESO wellicht, of net zo'n lange weg. Doen we dan helemaal niks? Nee, natuurlijk doen we wat. We moeten in de eerste plaats bilateraal, en die gesprekken zijn we gestart vorig jaar met België, 3 keer al over gesproken. De Belgen hebben inderdaad met Luxemburg fiscaal een afspraak. En de Belgen die zijn erg voor OESO en EU. En samen met de Belgen hebben we afgesproken. Nederland heeft nu dit jaar het voorzitterschap van de Benelux. Laten we het ook als Benelux op tafel leggen en kijken of we daar één lijn hebben. Dat helpt ook richting het voorzitterschap van België in de EU op 1 januari 2024. Dus we spreken daarover. Wij willen wel. Wij hebben ook als inzet eigenlijk diezelfde 40%, of het dan definitief de 40% wordt. Maar dat is dat zou een hele goede norm zijn. En dan is het aan werkgevers, is het dan vervolgens of ze daar dan wel of niet gebruik van maken. Want op dit moment zijn de problemen fiscaal gewoon te groot. Zowel voor de werknemer als voor de werkgever. Ik heb hier wat cijfervoorbeelden. En dan zie je gewoon, ook als je naar 40% thuiswerken gaat, in een situatie dat je een inwoner hebt van België met een werkgever in Nederland. Dan leidt dat er gewoon toe dat zo iemand netto €1.500 meer zou overhouden als we dat goed regelen. Maar de werkgever daarentegen gaat meer betalen. En dat heeft weer met die premies te maken. En dat is de vraag die er net ook aan de orde kwam, voorzitter, vraag van de heer Itzinga. En daarom moeten we ook kijken, die samenhang, kijk of je helemaal één op één, dat heeft de minister al terecht uitgelegd, het blijven verschillende rechtsgebieden. Sociale zekerheid is verder in EU-verband. Desalniettemin zou een samenhang veel beter zijn voor de praktijk. Zowel vanuit de sociale zekerheid als vanuit de fiscaliteit. En voor wie? Omdat er dan duidelijkheid is voor een werknemer, wat die uiteindelijk niet alleen netto overhoudt, maar ook aan administratieve verplichtingen kwijt is. En hetzelfde voor de werkgever. Daar speelt nog een heel specifiek punt, wat wij met België proactief hebben aangekaart. Dat sommige werkgevers zijn nu bevreesd dat als er van een x-percentage sprake is van thuiswerk, dat er misschien gesteld kan worden dat er, dus in het voorbeeld van België en Nederland wat ik net gaf, dus de werkgever zit in Nederland, dat die werkgever misschien dan een vaste inrichting zou hebben in België. Nou, dat moeten we al helemaal niet hebben. Dan gaan we het extra compliceren. Hetzelfde overigens doet zich natuurlijk ook voor dan met Duitsland. Dus wij proberen met de Belgen A, op dat punt van de vaste inrichting al snel duidelijkheid te krijgen. B, de Belgen te bewegen ook om een afspraak, een regeling te maken. Nou, dat kan in een belastingverdrag, kan bij aanvullend protocol. En ik moet hier ook gewoon heel eerlijk zijn. De Belgen kijken natuurlijk ook wat ze met Luxemburg hebben afgesproken. En at the end of the day zit natuurlijk ook een budgettaire kant aan.
En in de Belgisch-Nederlandse situatie, als de Belgen meer zouden toegeven, dan kostte dat gewoon meer geld. Gewoon kijkend naar het aantal werknemers die aan de ene kant van de grens zitten en aan de andere kant. Dat is niet onoplosbaar, zeg ik. Dat mag volgens mij nooit het argument zijn om tot in lengte van jaren onzekerheid te hebben. Alleen, dat vraagt nog even wat doordenking en wat verder onderhandelen. Ik ben graag bereid om u ook weer daarover te rapporteren wanneer we weer een stuk verder zijn met de Belgen. Dan de Duitsers. As we speak zijn we daar ambtelijk mee in gesprek. Dus ook de Duitsers zien het. De Duitsers hebben geen... Kijk, de Duitsers hebben natuurlijk met 10 landen een grens. Dus alles wat ze met ons zouden afspreken op het gebied van de fiscaliteit... ja, dat heeft meteen natuurlijk een doorwerking naar die andere 9 landen. Nou, is niet overal de problematiek even groot wellicht. En het valt mij op... En van de week had ik dan een gesprek ook met de minister van Financiën van Noord-Rijn-Westfalen... dat wij nog wel, dat eigenlijk een hele interessante invalshoek is. Als wij als Benelux samen met Noord-Rijn-Westfalen... Hij kwam ook met de suggestie Rijnland-Pfalz, Niedersachsen... die zouden er misschien wel eens wat meer zo over kunnen denken zoals wij... dan Berlijn. En zo kan je de druk een beetje opvoeren op Berlijn. Want ja, Duitsland is zoals u weet een federale staat... He, dus het is niet alleen bilateraal. Nee, je moet ook... En met België speelt dit ook. In België noemen ze dat het wafelijzerprincipe. Als je iets afspreekt wat goed uitpakt voor Vlaanderen... Ja, dan moet het ook goed uitpakken voor Wallonië. En de Belgen hebben natuurlijk ook een grens met Frankrijk, Luxemburg, Duitsland. En wij zitten eigenlijk nog in de meest overzichtelijke situatie. Namelijk dat we twee... buurlanden hebben. Dan reken ik even het Verenigd Koninkrijk niet mee. Want volgens mij is de problematiek van de grenswerkers daar minder urgent dan met België en met Duitsland. Dus dat, en dan kan het zijn dat als op sociale zekerheid, en daarom is die rapportage van de minister zo belangrijk in maart, en zij heeft net de strategie uitgelegd, als daar multilateraal, dat wil dus zeggen een groepje landen het eens is... zonder dat misschien alle landen binnen de EU... ja, dan kan dat helpen in het fiscale proces. Dus we zitten daar echt bovenop. Het is helaas, sommigen denken, het is... Ik heb het u niet horen zeggen, maar sommigen denken het is heel simpel. Zet gewoon de coronaregeling voort. Ja, je hebt wel in een situatie van... De fiscaliteit heb je 2 landen daarvoor nodig. En bovendien, de coronafaciliteit was voor corona. Omdat de overheid had opgelegd dat iedereen thuis moest blijven, thuis moest werken. Het voordeel van corona is wel dat het thuiswerken in ieder geval voor een gedeelte van de tijd ingeburgerd is. Dat was even, voorzitter, wat ik in de algemeenheid hierover wilde zeggen. En dan heb ik nog een paar... concrete vragen, denk ik. Ik denk dat ik... Er was nog de vraag van mevrouw Van Dijk, de heer De Jong, de heer Omtzigt vroeg er ook naar. Die vroeg er expliciet naar. Het is zeer ingewikkeld. En dat betekent ook dat een belastingdienst goed informatie moet geven. Zowel aan werkgevers als aan werknemers. Dit gebeurt dus via het grensinfopunten en team grensoverschrijdend werken en ondernemen van de Belastingdienst, die dit inzicht bieden in de regels. Maar ik ga er toch nog eens een keer naar kijken of we dat daar niet een intensivering op moeten zetten. Want ook het bezoek wat ik aan Limburg bracht van de week, is er gewoon toch nog veel... onduidelijkheid over. Dus ik denk dat we dat toch nog wat krachtiger moeten neerzetten. De vaste inrichting ben ik al op ingegaan. En België en Duitsland ook, als mede de wenselijke drempelregeling. Voorzitter, ik denk dat ik dan ook alle vragen, voor zover ik kan overzien, beantwoord heb. Maar ik zal er ongetwijfeld 1 of 2 hebben laten liggen.
Meneer De Jong. Meneer De Jong heeft een vraag, inderdaad. Als u de microfoon aan is voor de mensen thuis. Ja. Voorzitter, volgens mij mis ik nog de antwoorden als het gaat over de BTW-carouselfraude. Ja, staatssecretaris was nog niet aan het eind van zijn hele inbreng, maar vooral aan het deel over de fiscaliteit voor grensarbeiders. Dat brengt het bij het volgende onderwerp, denk ik. Ja, dan zou ik inderdaad de BTW-fraude. 2019 inderdaad berekend door de Europese Commissie op 120 miljard. 2020 93 miljard. U krijgt een brief, zeer spoedig, hierover van onze kant. Waarin we ook ingaan op dat verschil. Heeft hoogstwaarschijnlijk natuurlijk ook wel te maken met het feit dat 2020 natuurlijk een COVID-jaar was. Ik wil er nog wel op wijzen, dat BTW-gat is natuurlijk niet alleen fraude. Het is zeker ook fraude. Maar het heeft ook te maken met faillissementen. En het heeft ook gewoon domweg te maken met fouten die gemaakt worden. Als Nederland, en daar zullen we in de brief op ingaan, zullen we precies aangeven wat we daar aan doen en gaan doen. Dus als u het goed vindt, dan komen we daar in de brief, die zeer aanstonds naar u toe komt, op terug. En dan ben ik graag bereid om de dialoog daarover voor te zetten. En als u zegt aanstonds, wat bedoelt u dan ongeveer? Nou, er wordt hier gezegd proberen voor het reces. Dat wordt voor het reces. En de vraag is dan welk reces? Maar dan ga ik maar even af van het krokusreces. Het krokusreces, ja. Ja, nee, heel goed. Ja, jammer. Dan de accijns. Voorzitter, ik ben blij dat de Kamer toen gevraagd heeft, toen we de accijnsverlaging hebben ingevoerd op 1 april vorig jaar, als voor de tijdelijke koopkrachtmaatregel ook uitdrukkelijk verzoek van de Kamer. Nog beter, zo vertaal ik het even in simpel Nederlands, meten wat grenseffecten zijn. Dat is niet alleen de CBS-gegevens, maar dat is ook de gegevens. En daar zijn wij natuurlijk afhankelijk van de tankstations, oliemaatschappijen. En die hebben daar meegewerkt, op anonieme basis natuurlijk. Dat is ook concurrentiegevoelige informatie, zeg ik hier. Dus er was onder meer, dacht ik, de vraag van, ja, zou je dat dan publiek kunnen maken? Ja, die gegevens kunnen we niet publiek maken. Ik vind het heel belangrijk dat die tankstations en oliemaatschappijen blijven meewerken. Want we gaan nu weer een onderzoek doen. Want de accijnsverlaging die wordt natuurlijk voor de helft teruggedraaid vanaf 1 juli. Dus we willen ook de effecten zien in dit jaar. Zodat we ook in het najaar een goede discussie daarover over kunnen hebben. Het tweede is ten aanzien van de accijns op brandstoffen. Maar ook breder, denk ik. Dat was de vraag van de heer Omtzigt. En iedereen heeft gevraagd eigenlijk. Nee, laat ik eerst op de vraag die gesteld is door de heer Itzinga en mevrouw Van Dijk. Zeg maar de blijvende afstemming met buurlanden. Nederland heeft nu het voorzitterschap van de Benelux. Ik heb drie onderwerpen daar geagendeerd. Met de nieuwe secretaris-generaal. Een van mijn ambtsvoorgangers, de heer Wekers, is nu vanaf 1 januari secretaris-generaal. Zijn we zeer actief op drie onderwerpen. En dat is grenswerkers, dat is accijnzen en dat is het BTW-gat. En ook bij alle drie de onderwerpen vanuit de strategie dat we toewerken naar ook agendering en prioritering op de EU-agenda. En daar hebben we de Belgen weer ook mede voor nodig, die vanaf 1 januari 2024 het voorzitterschap van de EU hebben. Dus die afstemming, er zijn natuurlijk voor accijnzen minimumtarieven. We wegen die grenseffecten mee. En wij zijn inderdaad voorstander van blijvende afstemming op dat gebied met de buurlanden. En dat is elkaar ook beter en tijdig informeren. Voorbeeld zal mij altijd bijblijven. Als Nederlands kabinet hadden wij 9 maart vorig jaar besloten om bij beleidsbesluiten, en dat was natuurlijk later uiteraard door wetgeving bekrachtigd, om de accijns al op 1 april te verlagen. De Belgen vonden het nodig om dat op 18 maart te doen, zonder eigenlijk dat er over en weer
geïnformeerd was. En dat is gewoon niet goed. Dat moeten we wel doen. Nou zitten we niet altijd in zo'n crisissituatie. Dus in een reguliere situatie veel betere afstemming. En dan kom ik op het punt van de heer Omtzigt. Ja, ik ben graag bereid om in ieder geval te kijken van... want ik begrijp, zoals ik hem begrijp, is dat hij zegt... Nou, je zou toch in ieder geval kunnen afspreken met Duitsland en met België... dat er een zekere bandbreedte is. Wij zijn natuurlijk altijd soeverein. Als het gaat, er speelt bij accijns natuurlijk niet alleen de opbrengsten. Daar zit ook altijd beleid, ander beleid achter. Maar ik begrijp zijn punt wel. Als je een bandbreedte hebt, dan heb je minder uitslagen, mindere jojo-effecten. Dus ja, ik denk dat wij dat... Ik ben echt bereid in de eerste plaats om dat in het Benelux-verband... omdat dit een van de onderwerpen is, dat daar op tafel te leggen... maar ook met de Duitsers en te kijken ook hoe zij daarin zitten. Want uiteindelijk hebben we een EU, en de heer Graus wees daar ook al terecht op... waarbij de verschillen niet supergroot moeten zijn. Kijk, in een grensgebied, iedereen die in een grensgebied leeft... die weet dat er nou eenmaal verschillen zijn. Alleen het punt is dat als die verschillen kleiner worden... dan worden onwenselijke grenseffecten zowel aan de ene kant als aan de andere kant. Hè? Want het kan soms ook goed uitpakken voor Nederland, om het zo uit te drukken. Ja, die breng je dan wat meer in balans. Nou, ik vind het gewoon een hele goede gedachte... die hier vanuit de commissie is gekomen. Dus ik wil dat graag verder uitwerken en op tafel leggen bij de Benelux en met de Duitse collega's en daarop terugkomen. Bij tabak en alcohol, daar speelt inderdaad, mevrouw van Dijk wees daar al op, natuurlijk ook het beleid wat gevoerd wordt vanuit de volksgezondheid. Maar ook daar geldt, denk ik, hetzelfde principe. Als de verschillen te groot worden, ja, je kan net zo lang blijven controleren... waar nou de sigaretten verkocht zijn. Maar het gaat er natuurlijk om dat je die onevenwichtigheid eruit probeert te halen. En ook meer voorspelbaarheid... kan creëren voor ondernemers en burgers in de grensstreek. Dat empty pack survey, dat lijkt mij een geweldig interessant studentenbaantje... maar daar zouden we eigenlijk een beetje vanaf moeten komen. Voorzitter, had ik... Ja, en dan ten aanzien van de Rijksbegroting was nog de vraag... Het onderzoek concludeert dat er in de grensregio wel een klein gedragseffect is geweest. Maar nog niet genoeg om de accijnsverlaging een positief effect op de Rijksbegroting te laten hebben. Nou, dat klopt. De heer De Jong vroeg daarnaar. Het geeft dus ook geen aanleiding om de wijze waarop we de budgettaire derving van de accijnsverlaging berekend hebben aan te passen. Uit het onderzoek volgt dat de grenseffecten passen binnen het gedragseffect, inverdieneffect, waar nu al mee gerekend wordt. Voorzitter, dat waren mijn antwoorden in eerste termijn. Daar is niet de hele commissie het helemaal mee eens, zie ik. Meneer Graus heeft nog een vraag. Ja, ik heb ook een plaatje bij me. Ik heb het ook specifiek over die tabak, die zakjes tabak gehad, bijvoorbeeld drum en vanelle. Ik heb de prijzen nog genoemd. Maar dat moet natuurlijk ook allemaal worden meegenomen bij zo'n grenseffectentoets. Want en ik weet met name ook in mijn eigen provincie Limburg wordt heel veel van die checkies gerold. Ja, zoals ze dat noemt, een nat tabak waar je een checkie mee rolt. Maar dat wil ik wel allemaal ook meegenomen hebben. Dat gebeurt niet. En ik wilde ook vragen, zo'n grenseffectentoets met weglegeffecten, dat moet toch continu gemonitord worden? En het kan toch niet zo zijn dat de een zegt van de weglegeffecten zijn gigantisch... en dat de ander zegt, nou, het valt allemaal wel mee. Dat gaat gewoon niet. Want als je puur empirisch onderzoek doet, dan zie je bijvoorbeeld als ik... uiteraard rij ik ook wel eens door Duitsland of België. Je ziet enkel Nederlandse kentekens staan vlak over de grens... bij de supermarkten overal en bij de tankstations. Dus het moet gigantisch zijn. En het is al lang niet meer zo... Ik had het er in de schorsing heel even over. Vroeger
mevrouw de voorzitter, gingen inderdaad vaak alleen maar dat ze gingen tanken en dat soort zaken allemaal. En even een paar pakjes sigaretten halen. Maar nu is het heel ernstig. Als je ziet, de boodschappen worden gewoon massaal over de grens gedaan. Dat moet ergens in terug te vinden zijn. Dus ik wil toch een alomvattend onderzoek naar die grenseffecten en ook die weglegeffecten. En kan de staatssecretaris dat toezeggen, mevrouw de voorzitter? Dank u wel. De staatssecretaris. Ja, voorzitter, dat was inderdaad ook het punt meer in zijn algemeenheid wat mevrouw Van Dijk ook maakte in eerste termijn. En ik ben daar nog niet expliciet op ingegaan. Als het ook gaat om, even heel expliciet, de verkoop van tabak, dat in supermarkten niet meer kan in Nederland. En überhaupt wat de effecten daar weer van zijn, is dat dan misschien de druppel die de emmer doet overlopen voor een klant om in Duitsland te gaan winkelen bij de supermarkt. Dat heeft weer alles te maken ook met de vraag van voorzieningen in de grensregio aan de Nederlandse kant. En ook met de leefbaarheid te maken. En ook kunnen supermarkthouders dit soort concurrentie aan. Nou, wat ik in ieder geval wil doen, want dit is niet alleen een punt, en dat ook in antwoord op de heer Graus, voorzitter. Het is niet alleen een punt van de fiscaliteit. We hebben ook als Kamer, ik moet dit echt ook met mijn collega van VWS bespreken. Maar ik ben gevoelig voor. Het is geen slag in de lucht die je doet. Ik ben gevoelig voor het argument. En ook even wat breder getrokken naar de effecten voor supermarkten. Maar het moet natuurlijk wel congruent blijven met het beleid wat we als kabinet willen. En ja, dan is de vraag, kan je dit soort pijnpunten niet alleen meten, maar kan je er ook iets dan aan doen, als het ook echt zo is. En ik denk dat we dat gewoon. Dat wil ik zeker meenemen en dat ga ik ook met de collega van VWS. In ieder geval ga ik dat met hem bespreken. Meneer Omtzigt had ook een vraag. Ja, voorzitter. Ik snap de neiging om te zeggen van het gaan met België en Duitsland afstemmen. Dat zou ook het allerbeste zijn. Maar is Nederland ook bereid om gewoon eenzijdig in de wet of als regeringsbeleid vast te leggen van wel een maximum verschil in bepaalde belastingen? Omdat als de afspraken niet lukken, is de grensregio aan de een of de andere kant de dupe. En de tweede vraag, voorzitter, die ik nog had, is of de staatssecretaris kan kijken of hij de dataset beschikbaar kan maken, openbaar, over de verkoop van. Want het is echt wel een leuk experimentje, wat we gedaan hebben met accijnzen. En dat klinkt heel stom, maar dat doen we niet vaak. En beter dan dit kun je ze bijna nooit uitkalibreren. Dus dat was de tweede vraag. De staatssecretaris. Ja, voorzitter, wat betreft de eerste vraag van de heer Omtzigt. Nou, daar wil ik eerlijk gezegd nog niet op vooruitlopen. Ik kom er wel op terug, maar ik wil eerst toch die poging gaan ondernemen, zoals ik gezegd heb. Met de Benelux achter me, dus zowel met de Belgen, de Luxemburgers als met de Duitsers. En dan terug rapporteren aan u. Zijn die ook bereid om überhaupt over zo'n bandbreedte na te denken? En hoe zou die bandbreedte er dan uit moeten zien? Wat zijn dan de aannames en de variabelen om dan vervolgens te kijken, komen we eruit met ze? Of wel met de een, maar niet met de ander. You need three for a tango here. And maybe it's only two. Of moeten we als Nederland zelf iets gaan doen? Maar dat is wel in die volgorde. Dus ik ga dat nu nog niet toezeggen. Maar ik houd het uiteraard wel in het achterhoofd. Want als ik het nu al ga toezeggen, ja, dan hoeven die Belgen en die Duitsers ook niet te bewegen. Voorzitter, dan was ik niet ingegaan op een vraag in de eerste termijn. Die schiet me nog opeens te binnen over de 20%. Wanneer is 20% acceptabel? Een vraag van de heer Omtzigt. 20% is het standaard gedragseffect waar altijd mee wordt gerekend bij aanpassing van accijnstarieven.
Het gedragseffect van 20% is geprikt op basis van studies van CE Delft en het Planbureau voor de Leefomgeving, aangevuld met expertinschattingen en modelsimulaties. Dit is zo afgesproken met het CBS. Het grenseffect wat uit het rapport volgt past binnen dit effect. Dat was die 7%. Dit als antwoord nog op die vraag. En dan de derde vraag, voorzitter. Daar was ik, dacht ik, in eerste termijn al op ingegaan. Het is niet mogelijk die gegevens openbaar te maken, want de oliemaatschappijen en de individuele tankstationshouders hebben bedrijfsgevoelige data vertrouwelijk geleverd, onder voorwaarde dat deze niet openbaar worden gemaakt. Ook vanuit concurrentieoogpunt. Ja. Meneer Omtzigt, in vervolg. Het laatste snap ik, maar dat is jammer. Misschien kan ik nog een keer nakijken of daar iets op te doen is. Die 20% gaat hier om alle tankstations in een bepaalde regio, of gaat dat als het maximum voor een individueel tankstation? Ja, voorzitter. En daar weet ik niet het directe antwoord nu op. Maar er wordt ambtelijk achter mijn rug om flink gefluisterd. Dus dat kunnen we misschien in tweede termijn beantwoorden. Mevrouw van Dijk. Nou, dank u wel in ieder geval voor de toezegging met betrekking tot overleg in Benelux-verband. Mooi dat we die stap gaan zetten. En ben heel benieuwd of we daar stappen op kunnen maken. Ik zie het ook een beetje als een toezegging met betrekking tot die 2024, dat het ook meegenomen gaat worden, die effecten in het onderzoek. Maar ik twijfel nog een beetje of het echt een toezegging was of nog niet. We kijken even naar de staatssecretaris. Voorzitter. Wat ik heb toegezegd is dat we ook dit jaar weer een onderzoek gaan doen. Wat de grenseffecten zijn op het punt van de verlaging van de accijns op brandstoffen. Te meer omdat die verlaging voor 50% wordt teruggedraaid vanaf 1 juli. Zodat het ook meegenomen kan worden bij de besluitvorming. We hebben natuurlijk als kabinet gezegd, die accijnsverlaging die gaat er vanaf 1 januari volgend jaar helemaal af. Dus dat is het plan. Maar dan is het wel belangrijk dat je weet wat de effecten daarvan zijn. Mevrouw van Dijk? Nou, dit jaar is in ieder geval nog geen 2024, dus dan wordt het dit jaar nog niet meegenomen, snap ik ook. Maar we hebben ook aangegeven van, we hebben wel behoefte aan meer monitoring, dus eigenlijk een beetje structureel. Dus dan zal ik mijn vraag op een later moment herhalen. Meneer Itzega. Ja, dank u wel. Ik had een verduidelijkende vraag en een opmerking. Ik zal met die laatste beginnen. De vraag is al beantwoord in de interruptie door de heer Graus. Voor de duidelijkheid, ik denk dat het belangrijk is dat we bij vervolgonderzoeken, had ik net ook in mijn bijdrage gezegd, dat het belangrijk is dat ook de bredere impact op het boodschappenmandje wordt meegenomen. Hè. Dus niet alleen maar de accijnzen op brandstof en op alcohol en tabak, maar ook echt dat breder wordt gekeken naar de effecten van het bredere boodschappenmandje. Dat was mijn opmerking. De vraag is beantwoord. Verduidelijkende vraag ten aanzien van het vaste mechanisme of die bandbreedte tussen de landen. Even voor de duidelijkheid, we hebben het natuurlijk over accijnzen, dat is me helder. Maar even voor mijn begrip, dat gaat dan ook over de btw-verschillen, neem ik aan. De staatssecretaris. Ja, voorzitter. Eerst dan wat betreft de opmerking. Ik heb dus gezegd dat ten aanzien van de supermarkten, laat ik het zo dan maar even benoemen, dat ik daar absoluut gevoelig voor ben, voor dat punt. Ik kan nu niet overnemen, want wij geven nu al de opdracht voor het aanvullende onderzoek voor dit jaar over de grenseffecten van de accijnzen op brandstoffen, of we dat meteen dan gaan meenemen. Ik denk dat niet gaat lukken, om heel eerlijk te zijn. Dan moeten we overwegen of we een ander onderzoek gaan doen. Want ik wil ook niet op de rem trappen, omdat, nogmaals, ik denk dat, ja, voorzitter, heer Omtzigt noemde inderdaad het experiment. Het is toen natuurlijk ook een motie over aangenomen. Ik denk dat het heel goed is dat we nu die weg bewandelen. Leidt ook weer tot nieuwe ideeën en inzichten. En wellicht ook dus tot met betrekking tot die bandbreedte. Dus ik wil die twee even uit elkaar houden. Maar ik wil niet zeggen dat ik de supermarkt opzij zet. Alleen daar kom ik dan weer op terug. Hoe we dat, of we dat en hoe we dat dan precies kunnen meten. De bandbreedte was toch echt wel bedoeld
Ik heb ook de agenda voor de Benelux gezegd. En ik vind het al... Ik hou van ambitie. Dus dat is grenswerkers, de BTW-gap... en de accijnzen. De verschillen in BTW zit daar nog niet in. Dat wil niet zeggen dat we dat ook mee kunnen nemen. Maar ik ben altijd bang dat als je niet focust en te veel doet... dat je over heel veel praat en weinig resultaat boekt. Dus ik wil het eigenlijk aftasten. Want stel nou voor dat ik wat voortgang kan boeken met de accijnzen... en ik gooi de BTW-discussie er ook in. En dat leidt er dan toe dat de Duitsers of de Belgen zeggen... ja, maar wacht even. Op de accijns willen we wel bewegen, maar de BTW toch niet. Dus ik wil het even voorzichtig aftasten... en niet meteen allemaal in hetzelfde mandje gooien. Om het even in supermarkttermen te houden. Meneer Itzinger? Ja, dank u wel. En dank voor het antwoord. Nee, dat begrijp ik. Het is ook niet... mijn bedoeling om te overvragen. Maar goed, als je kijkt naar ook het artikel afgelopen week in Telegraaf... als je kijkt naar de verschillen in de supermarkten in de grensregio... dan heeft een groot deel in de supermarkt heeft niet zozeer met accijns te maken... heeft met name ook met het BTW-verschil te maken tussen Duitsland en Nederland. Ik laat de onderhandelingsstrategie uiteraard volledig aan de staatssecretaris. Dat is bij hem in goede handen, weet ik. Maar ik zou wel vragen om oog voor dit probleem te houden. Ja, voorzitter, ja, dank. En misschien dat we het een met het ander kunnen combineren. Want de opmerking die u gemaakt had ten aanzien van supermarkten... Nou, daarvan heb ik het antwoord gegeven, maar u heeft natuurlijk gelijk... Voor die supermarkten is met name ook de BTW heel belangrijk. Dus wat ik zal doen, is ik zal gewoon kijken... en dan kom ik terug bij de Kamer daarop. Dus het wordt losgetrokken van het vervolgonderzoek... wat we op de accijnzen gaan doen. Maar wat kunnen we daar wel doen? Omdat ik het punt als zodanig serieus neem. Meneer de Jong. Ja, voorzitter. Toch nog heel even terugkomend op het stukje grenswerkers. En ik begrijp ook dat de staatssecretaris duidelijk aangeeft... dat de redenatielijn is ook vanuit het voordeel voor netto inkomen. Maar mijn vrees zit een beetje voor die werkgever. Dat hij niet bang hoeft te zijn voor die administratieve lasten... of die gevolgen van drie afwijkende regimes. En ik was eigenlijk wel benieuwd of de staatssecretaris daar nog heel even op terug kan komen... van hoe kijkt de staatssecretaris daar tegenaan. En het tweede wat de staatssecretaris zei was... Het is Duitsland niet alleen Duitsland of Berlijn. Het gaat ook om die deelstaten, heeft de staatssecretaris duidelijk uiteengezet. En mijn vraag is dan, maar het lijkt fiscaal dus wel te lukken... om die afspraak te maken met Oostenrijk. Waar zit dat verschil dan nou in? Ja, voorzitter, wat dat laatste betreft, voor alle duidelijkheid... daar is de minister op ingegaan, de minister van SZW. Daar is een afspraak tussen Duitsland en Oostenrijk gemaakt... op het punt van de sociale zekerheid. Niet op het punt van de fiscaliteit. Dat is één. Twee, ja, voorzitter, de werkgevers eens. Heb ik al gezegd, we gaan een extra inspanning doen. We hebben bestaand informatiepunt van de Belastingdienst. Ik heb ook gezegd dat we op het punt van de vaste inrichtingsvraagstuk... dat vind ik toch wel een beetje bizar... dat werkgevers nu bang moeten zijn dat als iemand... een Nederlandse werkgever met Duitse werknemers bijvoorbeeld, dat die dan bang moet zijn dat als die een x-percentage thuis werken, dat er dan in fiscale zin sprake zou zijn van een vaste inrichting in Duitsland. Lezen even in normaal Nederlands, dan zou er een filiaal van dat bedrijf zijn in die huiskamer van die Duitse werknemer. Nou, dat is toch wel een beetje van de gekke. Vandaar ook dat ik daar een concept al richting België, dat zijn we ook richting Duitsland, dat we daar zo snel mogelijk duidelijkheid over geven. En ten aanzien van in zijn algemeenheid de administratie... want het is natuurlijk helaas knap ingewikkeld. Je hebt de sociale zekerheid, je hebt de fiscaliteit. Ja, moeten wij ook gewoon kijken hoe we de administratieve lasten op dat punt kunnen verlichten. Maar ook daar, dat zullen we van de Nederlandse kant zeker doen. Maar ook kijken wat... dat werkt natuurlijk alleen maar als je dat samen met de Belgen en de Duitsers doet. Ook meneer Gruis had nog een vraag. Ja, wat betreft het empty pack survey. Ja, ik heb zelf altijd een beetje een hekel aan die Engelse termen. Maar het rapen van die lege pakjes.
ten behoeve van onderzoek. Wat wil de staatssecretaris daar nu van af? Want ik heb dat niet helemaal goed begrepen. En ik had nog, inderdaad, ik wilde ook nog even vermelden van de, ja, de tabak die wordt binnenkomen natuurlijk veel duurder. En ook de brandstof deze zomer. Dus dat moet wel allemaal natuurlijk vooraf en daarna gemeten worden, de effecten. Dat is nu het ideale moment voor. Dank u wel. Ja, ja, voorzitter, die meting die gebeurt voor de accijnzen, heb ik al eerder gezegd. De opdracht gaan we daar nou, volgens mij heel snel deze week vergeven, of volgende week. Die empty pack, de lege pakjes, ik ben het helemaal met u eens. Voorzitter, ik ben het helemaal met de heer Graus eens. Ik moet er gewoon Nederlandse woorden voor gebruiken. Ik had ook niet anders van u verwacht. Maar dank daarvoor. Maar de volgende lege pakjes zullen in 24, 25? Ja, hoorde twee ik, keer. En in 24. In 25, dus dat wordt wel gecontinueerd. Zwerfpakjesonderzoek. Ja. Dat betekent dat we aan het eind zijn gekomen van de eerste termijn van de zijde, of van ons, van dit debat. en dan gaan we naar de tweede termijn, tenminste, als mensen daar behoefte aan hebben. Ik kijk even. Meneer Graus? Ja, mevrouw de voorzitter, ik zou graag toch een 2-minuten debat willen aanvragen. Omdat ik heb wat moties ingediend in het verleden en ook mijn collega Tony van Dijk. En mogelijk, wie weet, is er nu meer steun voor in deze Kamersamenstelling dan... En misschien kan ik me een Omtzigt nog wel overhalen voor bepaalde zaken om het Omtzigt-effect te bewerkstelligen. Dus ik ga er mijn best voor doen. En mogelijk heb ik wel 1 of 2 moties die ik graag zou willen indienen. Dus bij deze... Ja, u refereerde al naar een hele stapel moties die u al eerder had gedaan. Ja. Welke onderwerpen moeten we dan in gedachten hebben? Nou, ik heb alleen behoefte aan dat de staatssecretaris hier aan bij aanwezig is. Dus het hoeft niet de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat is sowieso verhelderend. En op welke termijn ongeveer wilt u dat? Nou ja, kijk, het gaat natuurlijk om onze ondernemers ook in de grensstreek die al zo in de knel zitten. Sommigen hebben nog zelfs met overstromingen te maken gehad en met die corona-shit allemaal. Dus ik niet op de lange baan schuiven in ieder geval, maar het hoeft ook niet nog deze week. Dank u. Dat kan ook bijna niet. Overigens hoorde ik u een Engels woord gebruiken. Niet zo netjes Engels woord ook. Dank u wel, meneer Graus. Ik kijk even naar meneer Omtzigt, nog behoefte aan de tweede termijn. Als ik de enige ben niet, dan zal ik het ook in het 2-minuten debat doen, voorzitter. Ja, dan hoef ik u ook niet het woord te geven voor een tweede termijn, de staatssecretaris. Tenzij die dan nog een reactie op wil geven, maar dat lijkt niet het geval te zijn. Dat betekent dat we aan het eind zijn gekomen van dit commissiedebat grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en btw. De heer Graus, er is een 2-minuten debat aangevraagd met als eerste spreker de heer Graus. En ik heb een aantal toezeggingen genotuleerd, tenminste ik. Wij. En die ga ik even opnoemen om zeker te weten dat we allemaal dezelfde verwachting hebben. De minister van Sociale Zaken heeft toegezegd om eind maart 2023 de Kamer een update te sturen over de multilaterale afspraken in zaken grensarbeiders. En dan gaat het uiteraard over de sociale zekerheid. En ook de staatssecretaris heeft een aantal toezeggingen gedaan. De Kamer krijgt een brief over de gesprekken en afspraken met België in zaken de fiscaliteit van de grenseffecten. En ik kijk even of de staatssecretaris aan kan geven op welke termijn hij verwacht dat hij die brief kan gaan sturen. Wat ik eigenlijk bedoelde toe te zeggen was dat wij eerst met de Belgen dat gaan bespreken en met de Duitsers en dan koppel ik terug. Dus ja, ik kan dat nu niet op een termijn gaan vastpinnen. Ik streef er naar uiteraard voor de zomer. Voor de zomer, dat lijkt mij ook een termijn. Ja, prima. Zo hadden we het ook begrepen overigens. Ja. Dus dat u pas een brief stuurt als u dit gesprek al heeft gedaan. De Kamer ontvangt voor het krokusreces een brief over de btw-fraude... waarin onder andere wordt ingegaan op het verschil tussen 2019 en 2020. De Kamer ontvangt ook een terugkoppeling op de bespreking met de staatssecretaris van VWS... over de grenseffecten van tabak en alcohol en wat dat betekent voor... wat dat betekent. De Kamer ontvangt een brief met een terugkoppeling op de bespreking met België en Duitsland in zaak een mogelijke bandbreedte omtrent grensverschillen. Ik vermoed dat die gezamenlijk kan met die eerste. Ja? Die voegen we dan samen. De resultaten van nieuw onderzoek over 2023 over de grenseffecten bij accijns op brandstoffen. Daar stuurt de staatssecretaris nog een brief van en die zal in de loop van het kalenderjaar zijn. Ja, nou, voorzitter, dan ben ik niet duidelijk geweest, excuses daarvoor.
De opdracht wordt gegeven voor dat onderzoek. Ligt ook in lijn met de Kamermotie. En uiteraard, als het rapport er ligt, dan delen we dat direct met de Kamer. Dus het is niet echt een aparte toezegging. Maar het rapport gaan we wel zien. Ja. En de Kamer ontvangt een brief over de grenseffecten rondom boodschappen. Dus breder dan alleen de accijnsproducten. En hoe deze zouden kunnen worden gemeten. Ja, voorzitter, ik heb... dan ben ik ook hier niet helemaal duidelijk geweest. Het punt van de supermarkt is mij duidelijk, ook het punt van de BTW. Ik ga dat bekijken en dan ga ik kijken... A, kunnen we dat onderzoeken? En zo ja, hoe gaan we dat dan doen? En daar wil ik dan uiteraard de Kamer wel over informeren. Maar ja, ik kan u nog niet een brief toezeggen. Nee. Meneer Graus heeft daar een interruptie op. Nee, maar mag ik nog iets melden? Als een nabrander moeten we toch vlug klaar zijn. Nou ja, de tijd is niet per se een... Nee, we zijn aan het eind van dit debat, dus we gaan geen debat meer voeren. Maar meneer Omtzigt had het over een CPB-berekening en die is er wel terdege geweest. En toen hadden we het inderdaad over immigratiekosten en EU-kosten. En nu zouden er nog de klimaat- en milieugekte voor meer dan 100 miljard bij kunnen. Nee, meneer De Graus, nee. Het moet wel in de handelingen, want anders lijkt het net of ik me niet hier... Nee, u heeft uitgebreide financiële beschouwingen gedaan in uw eerste termijn. In onze eerste termijn. Nee, dus het debat is afgelopen. De staatssecretaris heeft duidelijk gemaakt wat hij wel en niet met die supermarktmandjes kan doen. Maar meneer Omtzigt heeft daar nog een voetnoot bij. Nee, niet over die supermarktmandjes, maar even van de minister. Ik hoop dat de minister zo eind maart, begin april even terugkoppelt over de stand van zaken. Dat was de eerste toezegging die ik... En dat daar dan ook bij hoort... dat over sociale zekerheid en fiscaliteit gaat. Want de verlenging, zij zei van ik ga het verlengen over sociale zekerheid. Dan neem ik aan dat een beetje parallel loopt. Zodat het niet wel verlengd wordt voor sociale zekerheid en niet voor belasting of omgekeerd voor die grensarbeiders. De staatssecretaris. Ja, voorzitter, dat laatste kunnen we niet toezeggen. De minister heeft heel expliciet en terecht toegezegd dat zij eind maart, begin april zal rapporteren hoe ver zij is in de EU en dan multilateraal. Ze heeft ook duidelijk de strategie hier uiteengezet. Ik heb onze strategie uiteengezet qua fiscaliteit. Ja, ik zou ook het liefste willen dat één op één hetzelfde, dat we hetzelfde kunnen bereiken. Maar ik heb toch helaas een wat langer traject nodig. En het een kan wel het ander versterken. Dat heb ik wel gezegd. Als ze qua sociale zekerheid multilateraal uit zijn, dan kan dat enorm helpen in de gesprekken die ik voer met Benelux, met België en met Duitsland in Benelux-verband. Maar ik kan niet toezeggen dat het één op één hetzelfde resultaat zal zijn. Nee, dat heb ik ook niet gehoord. Jongens. Nee, voorzitter, ik zocht niet naar hetzelfde resultaat. Dat zoek ik natuurlijk wel, maar ik snap dat die toezegging niet is. Maar ik zou graag willen dat ze daar samen op terugkoppelen. Zodat we voor grensarbeiders weten of wat er in de samenwerking uitkomt uitvoerbaar is. Want als je aan de ene kant in de sociale zekerheid in het ene land belandt en de fiscaliteit in het andere land... Dan ben je echt in de... U wilt graag een brief van de minister waarin ook de staatssecretaris even een alinea wellicht heeft toegevoegd of meer. Oké, maar dat is heel goed dat in de verduidelijke zin. Natuurlijk zullen we dat ook doen. Alleen ik wil even een verwachting en management doen. Maar ik begrijp dat je dan op dat moment weet je dan waar we staan. Zowel qua sociale zekerheid en fiscaliteit. En hopelijk komen we met de fiscaliteit wat... gaan we betere resultaten boeken dan we dan op dat moment vermoed ik moeten gaan opschrijven. Die verwachting is helder. Heeft meneer Issega nog een toezegging gemist? Nou, het punt van de boodschappen liep even weg, want toen werden we onderbroken door mijn beide zeer gewaardeerde collega's hier links van mij. Maar is dat nou helder wat we daar nu over afgesproken hebben? Want dat blijft voor mij een beetje hangen. Voor u wel? Ik vond het wel. Okay. Voor mij niet. Ik kijk even naar de staatssecretaris of hij nog compact kan samenvatten wat hij daarover heeft toegezegd. Ja, als de voorzitter het vindt, dan sluit ik me daar graag bij aan. Nee, wat ik heb gezegd, gevoelig voor het punt, het argument. Ook omdat het breder is. Het heeft met de supermarkten te maken, maar ook met de leefbaarheid en het voorzieningeniveau. Wat ik heb toegezegd, en daar moet ik echt even goed over nadenken, van... komen we daar, is het mogelijk om daar een onderzoek naar te doen?
Dat is de of-vraag. En zo ja, hoe we dat dan gaan doen. En als u mij even de... Voorzitter, als de heer Itzka mij daar even dan de tijd in geeft en de heer Gauss, dan koppel ik dat natuurlijk terug. Maar ik neem het heel serieus. Dat vind ik zo spoedig mogelijk. Dat wil zeggen voor de zomer. Voor de zomer. Dat is op die of- en de hoe-vraag. Hartelijk dank aan de staatssecretaris en de minister die inmiddels afwezig is. Maar toch dank aan u beiden voor uw inbreng in dit commissiedebat. En ook aan de collega-kamerleden. Ik wens iedereen die meekeek een fijne voortzetting van de dag.